Dank u, voorzitter. Om even te praten over de involvement van de samenleving, van de gemeenschap, want u weet het, bij de integrale aanpak die deze regering voorstaat, betekent dat de samenleving ook in verhoogde mate betrokken zal worden bij de criminaliteitsbestrijding. De politie heeft thans in voorbereiding een programma Krapana. Krapana betekent een val, waarbij via de televisie de samenleving betrokken zal worden bij de bestrijding van de criminaliteit. De politie heeft vandaag nog een lijst geproduceerd van de 10 most wanted. Misschien dat ik die lijst met uw college kan delen, dan ziet u zelf. Ik weet niet of wat protocolair is, ik weet het niet. Moeten we het ophangen? U mag het laten zien en u mag het overhandigen aan het college. De 10 most wanted. Dit wordt dan gepubliceerd, bedoelt u? Ja. En ja, help ons even. Let Doekie. Minister, ter verduidelijking alvast voor het college, zodat daar geen nadere vragen over hoeven te komen. Dit wat u ons laat zien is van de politie en wordt dan gepubliceerd. Ja, dit wat ik u nu laat zien is van de politie en het zal zichtbaar zijn op strategische plekken, ja. Drukke plekken binnen in de binnenstad als ook zeg maar in de districten. Ja. Krijgen wij deze 2 exemplaren hier voor ons archief en zo? Jawel. Ja, in principe is dat de bedoeling dat... Ja, minister, u kunt vervolgen. Mevrouw de voorzitter. Dus u ziet zelf dat de regering, de minister, zwaar betrokken is bij de bestrijding van die criminaliteit. De criminaliteit is prioriteit. Zonder een gedegen criminaliteitsbestrijding inderdaad, zoals door een paar leden van uw geachte college naar voren gebracht is, kunnen wij geen investeringen aanmoedigen. We zijn ons bewust van het feit dat de criminaliteit, indien wij dat niet onder controle, want het zou utopisch zijn hier te verklaren dat we de criminaliteit gaan uitroeien. Maar het is wel ons streven om het beheersbaar te houden. Het is geen enkele regering, nog geen enkel land gelukt om de criminaliteit helemaal uit te roeien. Minister, even. Het is op dit moment 6:00. Er zijn natuurlijk erg veel vragen gesteld door de leden. Wij hebben de gewoonte om onze vergadering rond 6:00 te verdagen. Dat wil niet zeggen dat het precies 6:00 hoeft te zijn. Als u nog even tijd nodig heeft, kunt u die krijgen en nemen. Ik heb een analyse van de vragen van de leden hier gemaakt. En voordat u verder gaat, wil ik aan de regering vragen. Want er zijn vragen gesteld over de huidige situatie. U heeft een behoorlijk aantal daarvan beantwoord. Er zijn echter ook wat vragen gesteld, meer met betrekking tot langtermijnbeleid en het algemeen beleid. En ik zal dan van de regering horen of u die vragen gaat beantwoorden, niet vandaag, in een komende vergadering, of dat u ze meeneemt naar de begrotingsbehandeling, die dichtbij is, hoop ik, want we willen graag toch wel eind november, uiterlijk begin december daarmee beginnen. Maar minister, als u me kan aangeven hoe lang u nu nog ongeveer nodig heeft om deze eerste fase met de meest urgente vragen af te ronden. En dan kan misschien de VP ons vertellen of u zelf, of u de meer beleidsmatige vragen, hoe u denkt die te beantwoorden en wanneer. Hoe lang heeft u nu nog nodig om die meest urgente ronde af te ronden? Misschien heel kort, met een beroep op de samenleving, voornamelijk de pers, om geen onnodige paniek te zaaien binnen de samenleving. Okay. Het Korps Politie Suriname is de officiële instantie die dit soort zaken bijhoudt. Gaat u geen onnodige verhalen rondslingeren binnen de samenleving?
Het doet u niet goed, het doet mij ook niet goed. Het enige wat u daardoor bereikt is de samenleving in de greep van vrees en paniek houden. Dank u, mevrouw de voorzitter. Oké, dus u bent nu met die allereerste vragen dus nu klaar. Er zijn nog veel vragen, maar we gaan zo meteen verdagen. VP? Voorzitter, wij hebben het voornemens de vragen mee te nemen. We gaan ze klassificeren en listen. Zoals u heeft gesuggereerd, zullen een aantal vragen best wel kunnen worden opgeschoven naar de begrotingsbehandeling. Toch zijn we van mening dat deze zaak de gemeenschap gevangen houdt en bezighoudt. We zullen morgen overmorgen gebruiken om de vragen te klassificeren. En we hopen dat wij op de komende vergadering van dinsdag zowel in woord en schrift de vragen uitgelezen hebben van uw parlement. We hebben onze cameraploeg gevraagd om alles te filmen. We zullen dat uitwerken waardoor we de vragen kunnen groeperen en vermoedelijk heel snel in de komende openbare vergadering kunnen beantwoorden. Waar nodig, waar wij zaken zoals die te maken hebben met het beleid, maar ook met wetenschappelijk onderzoek dat waarschijnlijk moet worden verricht, zullen wij dat verwijzen naar de begrotingsbehandeling. Ja, dank u wel, vicepresident. Dus als ik u goed begrepen heb, zegt u... Een deel gaat misschien wel naar de begrotingsbehandeling, maar de regering zal haar uiterste best doen om in ongeveer een week wel alle andere vragen te beantwoorden. Ja, dank u wel. Dat betekent dat we kunnen verdagen van, vandaag, want het is onze gewoonte om rond 6 te verdagen. En dat we op, we geven de regering de week de tijd dus. Dan verdagen we deze vergadering tot dinsdag. Hoeveel is dat? Volgende week dinsdag? 15, 16 november. Dinsdag 16 november, zodat de regering dan verder kan gaan met antwoorden. Vandaag de vergadering tot dinsdag 16 november.